Het is bijna einde van het jaar. En iedereen wil nu horen wat moet er in 2024 in mijn portfolio zitten. Hey, welkom bij Dovecash. Ik ben Chris. Ik ben Barry. En we gaan het vandaag hebben over de beste aandelen van 2024. Want we hebben grofweg nog 2 weken te gaan richting een nieuw jaar. 2023 zit er bijna op. En wat voor een jaar hebben we gehad in 2023? We hebben sowieso hele rare periodes natuurlijk gezien vanaf 2020. Ja. Met COVID te maken gehad. Ja. Met supply chain problemen gehad. We hebben op meerdere plekken in de wereld oorlogen en gekkigheid meegemaakt. Er is heel veel gebeurd de afgelopen jaren. Maar er is ook heel veel geld verdiend de afgelopen jaren. De commodities die gingen jekko. Crypto die ging jekko. Heel veel aandelen en tech ging gigantisch door het dak. Ja. We hebben echt hele gekke dingen meegemaakt. Ja. En de mensen vragen zich juist af nu, na al deze gekte, wat moet ik dan nog kopen voor in mijn portfolio in 2024? Nee, maar dat is heel erg belangrijk. Want vooral het afgelopen jaar, ja, nou ja, ik ben al heel lang bezig met, ik heb dit nog nooit gezien. Nee, maar de cijfers... Ik vond afgelopen jaar, als je het persoonlijk aan mij vraagt, ik vond afgelopen jaar zelfs gekker als COVID-jaar en zo. De mensen weten die al langer naar ons kijken dat ik in 2017 ben begonnen. Mij is in 2017 geleerd. Dat was wat ik op dat moment gewoon heel veel hoorde. Ja, die cijfers in crypto, dat zie je bij aandelen niet hoor. Dat is allemaal crazy, weet je. Dat zie je in de normale wereld, zie je dat niet. Die cijfers hebben we bij aandelen ook gezien. Ja. Afgelopen jaren. Ja. Hele gekke dingen hebben we daar gezien. Ik heb ze hier voor me, ik heb ze erbij gepakt. Dit is year to date. Dus dit is vanaf nu een jaar geleden. Nou, we zitten bijna tegen het eind van het jaar. Dus dit, dit geeft een goede weergave van wat er gebeurd is. Ja, en dan pak ik even een Nvidia erbij. Ja, het is gewoon 230% gestegen. Volgens mij is dat gekker als Bitcoin. En dat is gekker als Bitcoin. En ik zie en hier een Meta staan, 178%. Volgens mij is dat gekker als Bitcoin. Dat is gekker als Bitcoin. Ja. En dat is gewoon... Kijk, we hebben natuurlijk de beweging gezien op de commodities. Commodities ook heel goed gestegen. Goud all-time high gemaakt. Alleen de bewegingen in percentages zijn dan wat minder. Ja. Bitcoin hebben we ook een hele mooie steady uptrend gezien. Maar dat je dit ziet bij alle aandelen. En dat je een klein stukje terugdenkt aan vorig jaar, begin vorig jaar. Was de outlook echt wel bearish? Hoor je echt wel de doemscenario's van ja, we steven af op een recessie. En het ziet er allemaal niet zo goed uit. En als je dan die bounce back, die rebound kijkt, ja, even serieus. Crazy. Echt crazy. Want er werden inderdaad scenario's geschetst. Je zag het ook in heel veel YouTube-video's voorbij komen. We hebben het zelf ook over dat soort scenario's gehad. Omdat scenario's... Het is niet dat het scenario ondenkbaar was, hè? Want de scenario's die geschetst werden... Ja, we komen uit een periode. We zitten weer in een aparte periode. Waarin dat soort dingen wel mogelijk zijn. Ja. Wat heeft het dit jaar goed gedaan? Nou, eigenlijk dit hele kopje is tech, hè? Dus de grote jongens, de Apples, de Microsoft, de Googles, semiconductors hebben het heel goed gedaan. Financials hebben het op zich ook redelijk gedaan. Heeft natuurlijk een klein beetje te maken met de rente. Sectoren die zijn achtergebleven, ja, dat is een klein beetje energie. De prijs van olie staat op het moment van het filmpje ook echt wel een stuk lager. Healthcare. Healthcare blijft ook echt wel een beetje achter. Natuurlijk ook na die enorme groei van de jaren daarvoor. Ja. En ik heb ook even de cijfers van de AIX erbij gepakt, want dat is natuurlijk dichter bij huis. Vind ik ook altijd wel interessant. Year to date zijn de uitslagen misschien iets minder crazy, zonder de chippers. Ik wou het net zeggen, 104% voor ASMI, nee, 152% voor BC. We hebben gewoon tegenwoordig in Nederland, ja. wij zijn qua chippers heel groot in Nederland, in de wereld. In de wereld, ik wou net zeggen. Wij staan echt heel hoog aangeschreven. En dan hebben we natuurlijk ook ASML, die is dan 34% gestegen, maar die heeft een hele zware weging. Deze aandelen, die hebben gewoon dit jaar echt de AIX gedragen. Gewoon letterlijk gedragen. Ja. En ik vind dat toch wel gaaf om te zien, wat je al zei, meer dan 100% om een aanzien. En een basis zelfs met een 150%. Je kan dat een klein beetje vergelijken natuurlijk met de Big Five in een S&P. Waarvan we zeggen, ja, die hebben zo'n grote weging in een S&P. Dat is gewoon, ja, die carryen gewoon het grote deel van de S&P. Ja, hier hebben wij dat in Nederland. Op ons kleine beursje, de AIX, hebben we dat met de chippers. Ja. Dan ga ik even naar de koers. En dan zie je gewoon... Dit is niet 20... Dit is ook een deel van 2023. Maar dit... is 2023, dit stuk. Alleen dat laatste stukje al,
Ik weet, even serieus. Ik heb dat, zo'n sterke rotatie. En ook daarentegen gelijk tegen de high aan. Want dit is all-time highs, hè. En als ik ook de S&P erbij pak. Kijk die V-bottom. En gelijk tegen all-time highs aan. En dit hoorde dan ook nog bij de prijsactie van 2023. En daarmee wil ik gewoon aangeven dat afgelopen jaar gewoon volatiliteit, gekheid, FOMO, fear zaten gewoon heel dicht op elkaar. Zeker aan het begin van het jaar durfde bijna niemand nog aandelen aan te raken. Nee, maar ik wil ook wel even weer zeggen, dat vind ik ook wel heel erg, gevoelsmatig heb ik dat heel erg, na COVID. Ja. Hebben we een all-time high neergezet. Ja. Maar we hebben ook best wel weer een lange periode in een neergaande move gezeten. We hebben bijna een jaar ook weer in een neergaande beweging gezeten. Ja. En dat was ook wel een serieuze beweging. Ja. Want dat was geen kattenpis. Ja, maar je ziet na die COVID-top. Dus dit was dan nog even kort COVID. Daarna hebben we een hele langzaam grindende prijsactie gezien. En dat kwam ook door het bijdrukken van geld en zo. Dit was eigenlijk, als je kijkt naar de rest, best gecontroleerd. Er zit niet zo heel veel gekke prijsactie aan. Op een gegeven moment is de top in. Ja, en dan zie je gewoon aan alle kanten de fear, FOMO en de bewegelijkheid van de markt inslaan gewoon. En dit zijn gewoon moves van plus 18% en daarna weer 19% eraf. Op de S&P, hè? Ja, dat is groot. Dit is geen volumeloze altcoin. Nou, de Nasdaq pak ik er dan bij. En die heeft gisteren gewoon een nieuwe all-time high neergezet. Ja, crazy. Als je er gewoon even bij stilstaat. Dus ik vind dat heel erg mooi om te zien. Ik wil toch nog wel even een paar losse aandelen erbij pakken. Want dat vind ik altijd wel leuk. Even een paar klapperde klappertjes van het afgelopen jaar. Ja, maar dat vind ik leuk. Even kijken. Wat hebben we natuurlijk? Dan beginnen we met, dat kan haast niet anders, met een metaatje. En kijk, die post heb ik expres natuurlijk bij laten staan. Meta, sell high, buy low. The same as we did on Netflix. Bij Netflix hebben we het een jaar ervoor gedaan. Ja. En die liet een soortgelijke prijsactie gezien. Dit is gewoon uiteindelijk wat je vanaf de low tot en met de high had kunnen maken. Ongeveer bijna 300%. Ja, en dan verbleekt eigenlijk een bitcoin. Ja. En ik had niet verwacht dat ik dat soort dingen zou zeggen. Dat een aandeel zulk soort volatiliteit laat zien. Ja, en weet je, en het gaat dan nog ineens om de returns die je direct kan pakken met aandelen. Want wat heel veel mensen vergeten is dat je in aandelen investeer je. Je zet je centjes weg en het is minder trade-technisch. Je maakt gewoon een waardering van een bedrijf. En op dit punt in de geschiedenis van Meta, toen we een gigantische daling achter de rug hadden, durfde niemand het aan te raken. Toen het er zo uitzag, was iedereen in paniek. De fundamentals, cijfertjes waren gewoon inzichtelijk. En dan zag je, er zijn wat problemen. Ze stopten toen heel veel geld in Metaverse en weet ik wat allemaal. Maar er was wel heel veel cashflow. Misschien was het bedrijf dan ondergewaardeerd. En dat is het enige wat je doet, hè, bij aandelen. Je bent op zoek naar ondergewaardeerde bedrijven. Hetzelfde hebben we gezien heel erg bij een andere winnaar natuurlijk, Nvidia. Ja, hebben we ook gewoon aangehaald in de stream. Gigantische huppels gezien in de jaren ervoor. En daarna kregen we een correctie van 70%. 70 fucking procent op Nvidia. Dit voorbeeld is nog veel mooier. Want tuurlijk, iedereen wil in de bodem kopen. Je hoeft helemaal niet in de bodem te zitten om te kunnen profiteren van een hele mooie prijsstijging. Hier hebben we na de gain uiteindelijk terugtestje gezien. En daar had je fucking mooi in kunnen stappen. En had je gewoon ook weer gigantische rendementen kunnen maken. Maar die rendementen, want ik weet niet, je wilde volgens mij nog een paar laten zien. Ja. Die rendementen zijn hartstikke leuk, maar dat is wel iets is geweest. Die rendementen die zitten in de tas al. Ja. Dat zit al in het zakkie. En daar moet je ook enigszins van kunnen genieten. En wat heel belangrijk is, gebruik dat geld ook weer voor iets goeds. Ja, natuurlijk kan je ook wel genieten, maar gebruik dat geld ook weer om te laten werken. Ja. De uitspraak, met geld maak je geld. Ja. Mensen zeggen altijd, ja, de rijken worden alleen maar rijker. Met geld maak je geld, ja. Is ook zo. Als je geld hebt, kan je dat geld aan het werk zetten. En als dat geld voor jouw werk levert, het geld op. Absoluut. Dan heb je weer nieuw geld wat je aan het werk kan zetten. En dat geld levert weer geld op. Ja. En daarom kan je met geld geld maken. Ik pak nu ook even expres een. Kijk, zeg ja, chippers, tech is leuk en zo. Maar ook in de niet-tech. Bijvoorbeeld een Disney. Die is natuurlijk misschien op dit moment aan het roteren. Want we zijn. Dit filmpje gaat dadelijk langzaam op zoek naar. Wat kunnen we in 2024 kopen? Ja. Kijk, en als jij nu nog naar Meta gaat kijken, als jij nu naar een Nvidia gaat kijken, en ik zeg in de toekomst zijn dat nog steeds goede bedrijven, want het zal dadelijk ook nog aan bod komen. Alleen nu
is die upside, ja, die is een klein beetje weg. Ja, dat is ook zo. En als ik dan nog een andere sector erbij pak, die zal dadelijk ook nog een keer terugkomen. En ik weet dat dat door de kijkers ook heel vaak wordt aangevraagd. Dat is bijvoorbeeld een Volkswagen. En daar geldt het precies hetzelfde verhaal voor. Daar zijn we gewoon aan het roteren. En gigantische downtrend ervoor gezien. En dat is een klein beetje wat je probeert technisch te doen. Dus je bent op zoek naar wat is overmatig afgestraft op basis van technische analyse. En daarna ga je met aandelen, ga je de fundamentals in. En dan ga je een beetje de outlook in. En wat is de verwachting voor de aankomende jaren? Wat zijn de sectoren die goed kunnen profiteren? En zo ga je een plan smeden. Ja, je hebt het over outlook. Ja. Als we het hebben over de outlook die iedereen heeft. Ja. Outlook op onze economie. Dat was toch wel de grote boze wolf die eraan zat te komen. De desastreuze crisis, nou, waar we het allemaal over hebben gehad. Maar er wordt zelfs nu alweer gesproken over groei aankomende jaar. Absoluut. Kijk, dus het is eigenlijk alweer een beetje aan het draaien richting een iets positiever scenario. Nou ja, weet je wat het is? Er werd toch wel wereldwijd richting een doomscenario gestuurd. De Great Depression, zeiden ze zelf. Recession, implosion, ja. Destruction. Ik weet het niet allemaal. Maar uiteindelijk waar we naar op zoek zijn is dieptepunten in een cyclus. En we hebben gezien 2008, 2009 was zo'n dieptepunt. Dat was inderdaad ook een crisis. Nou, we hebben dat natuurlijk in COVID hebben we dat ook gezien. Was ook een hele scherpe puls naar beneden. En uiteindelijk hebben we daarna sterke groei gezien. Dat is vanuit krimp is dat meestal wat makkelijker. Op een gegeven moment ging dit heel snel afzwakken. Maar je ziet al dat de prognoses nu voor de aankomende jaren weer de plus ingaan. En dat betekent gewoon dus dat je, ja, misschien wel een soft landing inderdaad hebben gekregen. En wat het interessant maakt, is dat de consumptie gewoon op peil blijft. En uiteindelijk is dat de cashflow van je economie. En dat, ja, is heel erg belangrijk als je wil gaan investeren. Want die economie moet wel blijven draaien. De producten moeten wel verkocht blijven worden. En dat, hoe wordt dat op dit moment gerepareerd? Ja, dat doen ze gewoon door het laten stijgen van de loon. En dat heeft lange termijn ook invloed natuurlijk eventueel op die inflatie. Maar ik ben aan het kijken voor 2024. Wat er 2025 dan gebeurt en 2026. Ik ben nu op zoek naar de kansen die het nu goed doen voor mij. Ja. Even kijken, wat hebben we nog meer? Werkloosheid is nog steeds historisch laag. Dus dat. Ja, maar werkloosheid wat historisch laag is, zet ook weer een rem op groei. Ja. Bedrijven die hebben uiteindelijk hebben ze mensen nodig als ze verder willen groeien. Als, ja, ze geen mensen kunnen vinden, kunnen ze niet verder groeien. Dat is dat zet wel een rem ook op groei. Dat is een serieus probleem. En dat is ook waardoor sommige sectoren iets minder interessant zijn. Die kunnen op dit moment letterlijk niet aan personeel komen. En die kunnen daardoor zitten ze soort ondanks van dat ze misschien, ja, de cash achter de hand hebben, kunnen ze niet groeien. Ze kunnen die productie niet naar een volgend level boosten. Wat wel een klein lichtpuntje is, is dat de rente waarschijnlijk wel uitgetopt is. En dat die langzaam zal afnemen. Ja. En dat is gewoon positief. Nou, waarom nemen we dit allemaal mee? Dat is uiteindelijk omdat we op zoek zijn. Dit is geweest, hè? Ja. Die winst kunnen we niet meer pakken. Dus ik zet hem nu gewoon weer op day one. One day. Ja, en one dit day is, ziet er iets anders uit. Dit is waar we nu de keuzes kunnen maken. Waar kunnen we nu de centen verdienen? En dan moet je echt heel erg goed gaan nadenken. Oké, wat wil ik in mijn portfolio hebben? Hoe wil ik die verdeling hebben? En dan denk ik dat je toch richting een aantal sectoren als eerst in je portfolio moet opnemen. Omdat dat toch altijd winnaars zijn. Omdat dat altijd rendement technisch interessantere aandelen zijn als andere aandelen op dit moment. Ja. Nou, ik denk dat, ik zei het er straks al, als we op de jaar keken er straks, op de day ziet het er iets anders uit natuurlijk allemaal, want dan ben je bezig van dag tot dag. Ik denk dat healthcare daar een voornaamste in is, om te zeggen, oké, 2024 vind ik dat interessant, ja, persoonlijk. Ja, kijk, en het is natuurlijk makkelijk om te zeggen, ja, maar tech is altijd een winnaar. En dat heb ik net ook gezegd. Is enigszins wel zo. Tech is ook zeker een winnaar. En het voordeel hiervan is, in tech wordt heel veel geld verdiend. Ja. Dus tech kan je ook opnemen. Alleen het probleem is, je moet echt bij tech naar de chart kijken. Als ik dan zo'n Nvidia en zo'n Meta zie, dan is het nu niet interessant. Nee. Je gaat niet op dikke groene candles kopen. Je wacht altijd ook op een terugtest. Ook bij die bedrijven komt er een terugtest.
En als je dan inderdaad richting health gaat en ik zie bijvoorbeeld een Pfizer. Ja, en daar is dit jaar bijna 50% van afgegaan. En dat hebben we ook daarnet in die chart gezien bij Nvidia en bij Meta. Ja. Misschien is het dan interessant om dat te gaan onderzoeken. Je gaat niet op basis van dit gelijk het in je portfolio opnemen. Maar het is absoluut wel interessant. Waarom is het interessant? Omdat het een groot bedrijf is met een cashflow. Het bestaat al heel lang. Maar ook omdat je met een vergrijzing zit. Je zit met een oudere bevolking eraan. Ja. Dus dat is wel... Daar is geld te verdienen. En zo moet je gewoon een beetje nadenken. Ik denk ook dat, kijk, je kan natuurlijk gaan kijken naar alles wat dan rood is, achtergebleven is. En dan, dan springt bijvoorbeeld energie eruit. Ik denk dat energie ook nog steeds interessant is, hoor. Ja. En er zijn natuurlijk allemaal nog steeds geopolitieke spanningen, allemaal toestanden in de wereld, waardoor dit ook onder spanning staat. Maar ik denk dat dit ook nog steeds voor 2024 wel een interessante tak is. Nou ja, weet je wat het is? Kijk, je zit natuurlijk met de energietransitie. Ik zie dat in de toekomst gaan we daar naartoe, maar de aankomende 20 jaar gaat dat niet gebeuren. Nou ja, en de transitie gaat wel gebeuren, maar dat gaat heel langzaam. Ja, dus daar wordt gewoon heel veel geld verdiend. En ik denk inderdaad dat dat... volgens mij kan ik hier ook ergens de dividendjes laten zien. Ik denk dat deze twee sectoren ook heel goed scoren op... ja, dat zijn gelijk de groene sectoren, weet je. Ja. Daar pak je ook het dividend mee. Ja, een van die andere groene sectoren waar ik eigenlijk ook eventjes naartoe wilde hoppen vanuit hier is links onderin. Financials. Ja. Ik denk dat financials ook wel weer goed gaan scoren. Er wordt ook serieus geld verdiend. Rentes staan gewoon weer hoog. Er komt gewoon serieus veel geld binnen ook daar. Ja, en of je dan uiteindelijk gaat voor een JP Morgan, een Bank of America. En je kan ook gewoon richting Nederland. Hè? Hier een ABN AMRO'tje. Wat hebben we nog meer? Een ING. Het kan allemaal. Dat ga je benchmarken tegen elkaar. Je gaat gewoon kijken wat is voor mij de beste kans. Maar dat is letterlijk wat je moet doen met aandelen. Je gaat benchmarken. Je gaat kijken, oké, waar liggen de beste kansen? Wat zijn de voordelen van een bedrijf? Wat zijn de nadelen van een bedrijf? Wat zijn de bedreigingen in de sector waar ik in kijk voor de aankomende jaren? Waar kan ik tegenaan lopen? Je gaat alles tegen elkaar afwegen. En dan krijg je op een gegeven moment een lijstje. En dan zeg je, hé, hey, A, B en C, zet ik een kruis doorheen. D, dat is hem. Die ga ik nemen. En dat is hoe je dat moet doen met de afweging welk bedrijf je uiteindelijk in je portfolio gaat stoppen. Je kan niet zomaar zeggen, ik moet een bank hebben. Nou, dan doe ik wel JP Morgan. Nee. Nou, zo doe je dat niet. En de laatste sector die ik zelf persoonlijk voor 2024 nog zou toevoegen. En dat heeft heel erg te maken met die nogmaals economische groei. Hetgene wat het altijd goed doet met economische groei, dat is de auto-industrie. Ja. Op de een of andere manier gaan mensen altijd als eerst, als er geld is, weer een auto kopen. En ik zou zeker die auto-industrie in de gaten houden. Omdat, hebben we er net ook al aangehaald, ja, die staat gewoon... heel erg laag. En de spreiding tussen bijvoorbeeld een Tesla, die is gigantisch groot. En dat betekent dat er ergens een spanning in zit. Ja, en dat daar winst te balen van. En welke kant die sector ook opgaat. Of het nou waterstof wordt. Of het nou elektrische auto's wordt. Of we nou nog op een schonere brandstof blijven rijden. Iedereen wil een auto hebben nog steeds. Ja. En die sector blijft dus ook interessant voor de nabije toekomst. Want we gaan niet ineens allemaal op de fiets. Nee. We gaan allemaal een auto willen gebruiken nog steeds. En welke auto en welke brandstof of welke... vorm van energie er dan opgewekt gaat worden. Dat maakt niet zoveel uit. Ik denk dat die sector sowieso heel interessant blijft voor de aankomende 100 jaar. Ja. Dat maakt niet uit. Sectoren die ik wat minder interessant vind, wil ik eigenlijk ook wel een keer meenemen. Is bouw, industrie, basismaterialen, vastgoed. Een beetje de heavy stuff. Ten eerste hebben ze daar nog steeds heel erg met het bouwen, restricties, woningtekort. En ik zie niet dat dat op korte termijn zomaar wordt opgelost. Dus ik denk ook personeel in die richting is ook heel moeilijk te vinden. Ik denk dat we daar iets meer weg blijven. Nogmaals, kan je ook nog steeds de buitenkantjes. Dus je denkt, het is echt ondergewaardeerd en de cijfers zijn echt goed. Kan er altijd over nadenken. Weet je wat ik het mooie vind aan dit? Nou? Kijk, wij zijn 6 jaar bezig met dit kanaal. Dus Dope Cash, traden en investeren. Traden is echt een skill. Ik heb er zelf ook echt lang over gedaan om te komen waar ik nu ben. Traden leer je niet in een week, traden leer je niet in een maand. Traden kost heel veel tijd en energie. En traden is echt een skill die je moet leren en die je moet gaan masteren op basis van ervaring. Ja. Investeren, dat kan iedereen. Investeren kan iedereen. Als je een klein beetje logisch na kan denken en je kan een mandje maken, je doet niet al het geld, je stopt niet al je geld in één aandeel, dan moet je het heel bond maken om geen geld te verdienen. Goed. Iedereen kan investeren. Ben je zelf ook bezig met investeren? Dat vraag ik me af. Laat even een leuke reactie achter onder deze video. Smash even op de duim. Abonneer even op het kanaal. En onderaan deze video komen alle linkjes terug richting www.dopecash.nl. Vind je alle informatie over traden en investeren en wat we jullie daarin kunnen bieden. En voor nu zeg ik bedankt voor het kijken en graag tot de volgende keer.
Later.